Leuk dat je kijkt naar Project Peanuts met weer een nieuwe weekly booster. Nou, en je zag het al, deze week Shadowmoor. Shadowmoor is een beetje een grimmige en donkere plek. Want het is namelijk een getransformeerde Lorwyn. Lorwyn en Morningtide waren de twee sets voor Shadowmoor en Eventide. Die twee series gingen eigenlijk een beetje over het zonnige landschap van Lorwyn, waar iedereen blij was en happy fun times. Terwijl in Shadowmoor eigenlijk diezelfde plek helemaal omgedraaid was in het grimmige en donkere sfeertje van Shadowmoor. Het kwam door de Aurora. Je hebt er allemaal boeken over. Ik weet niet precies wat het nou was. Maar in ieder geval, het was eerst blij en toen was het allemaal minder blij. Normaal had je altijd drie series in één blok. Het Lorwyn blok bestond uit twee series, namelijk Lorwyn en Morningtide. Wat toen de tijd een beetje gek was, want normaal waren het er altijd drie. Shadowmoor en Eventide daarentegen hadden dus ook geen derde serie, maar gewoon Shadowmoor en Eventide. En daarmee was het blok ook afgesloten. Dus je had zeg maar in plaats van één blok met drie sets, twee bloks van twee sets. Het is wel grappig, want over een tijdje gaan wij ook weer die constructie na. Er komt geen derde set meer. Nog een ander leuk weetje aan Shadowmoor is dat het set-symbool, wat je zo meteen ziet, stelt zijn hoofd voor. En dit is de Reaper King. Het is een scarecrow, lord. Ja, je moet je maar een beetje voorstellen, zijn vorm van zijn hoofd. Dat is eigenlijk het set-symbooltje van Shadowmoor. Laten we even terugkeren naar de booster, want ik ben benieuwd wat erin zit. Er zitten allemaal grimmige kaarten in, dus ik wil die grimme dingen zien. Alright, there we go. Er zitten heel veel multicolor kaarten in. Oh! Zoals je hier zit, dit is een hybrid kaart. Het was toen de tijd nieuw. Nu kunnen we het niet meer wegdenken. En het leuke aan Shadowmoor en Eventide is dat ze het untap symbool gebruiken. En dat was ook iets nieuws, wat we nog nooit eerder hadden gehad. En op zich, untap was wel iets wat al bestond, maar er was nog nooit echt een symbooltje voor. Daarmee hebben we ook de eerste kaart gehad, Silkbind Fairy. Wanderbrine Rootcutters. Oké. Okay. Can be blocked by green creatures. Er was een hele cycle van deze kaarten waarbij ze niet geblokt konden worden door andere kleuren. Deze deed bij groen. Scar. Voor 1 mana, mijn 1-1 counter on target creature. Mijn 1-1 counters waren ook een thema in Shadowmoor. Leuke kaart. Goede kaart voor 1 mana. Best oké. Ah, een echte planeswalker, zoals je ziet. Er zaten in Lorwyn of Morningtide, ik weet niet meer zeker, was er ook een kaart die ongeveer hetzelfde als deze deden, maar dan in groen. Volgens mij was het Forest Walk en Destroy Target, Tree Folk or Forest. En met de Aurora in het verhaal zijn ze dus nu dit geworden. Presence of Gaunt. Goeie kaart. Maakt 11 tokens. 11 tokens. Briarberry Cohort. Krijgt een bonus als je meer blauwe creatures hebt. Niet slecht. Ah, Safe Ride Quest. Leuke kaart. Hybrid kaart ook. Zoekt een Forest of een Plains kaart. Dus je kan ook Shock Duels ermee opzoeken. En niet per se Basic Lands. En dat maakt hem best wel oké. En voor de kost van 1 is dat niet verkeerd. Daar ben ik wel blij mee. Splitting Headache. Of discard 2, of je mag kiezen wat hij discard. Maar ja, voor 4 mana, ik weet niet. Barrenton Medic. Weer met het benemen in counters. Ah, Memory Sluice. Dit is best een goede common. Voor 1 mana kan je voor 4 millen, maar als je conspired, dan mag je het nog een keer doen. Dus dan heb je eigenlijk voor 1 mana mil voor 8. Dat is best wel veel. Oké. De uncommon is nu al. Misschien hebben we wel een foil. Tethermunch Witch. Leuk. Geeft trample aan geblokte creatures. Dus dan moet je echt goed oppassen hoe je gaat blokken. En het is een goblin. Grief Tyrant. Grief Tyrant comes into play with 4 Menemen encounters. Als hij doodgaat, mag je die counters op een ander creature gooien. Oké. Okay. Interessant.
weer een kaart met untap. Target creature gets min 2, min 0. Oké. Okay. Combat tricks potential. Oké. Okay. Hollowborn Bargust. Een demon hound. Met een dikke body van 7-6. Als mensen geen kaart op hand hebben, verliezen ze levens. En als jij geen kaart hebt, dan verliezen ze ook levens. Oké. Okay. Interessant. Ik zit nogal bij. Een tipkaart. Oh! Een Witherscale Worm Foil. Als deze... Even lezen hoor, wacht even. Voor mijn apropos hier. Whenever a Witherscale Worm blocks or becomes blocked, that creature gains Wither at the end of turn. Whenever Witherscale deals combat damage to your opponent, remove all minion counters from it. Oké, okay, dus... Creatures die deze blokken maken hem kleiner, maar als hij eenmaal schade doet, dan is hij weer gereset naar zijn 9-9. Dit is wel een hele vette kaart. Foil. Super vet die foil. Ik vind hem echt cool. Ik laat hem gewoon nog even een keer zien. Want Wither Skill Worm. Ah, je ziet het nu niet zo goed. Leg je aan. Moet zien dat die foil is. Oh yeah. Worm it. Anyway. Leuk dat je kijkt naar deze foil booster. Nee, niet foil booster. Maar leuk dat je kijkt naar deze Shadowborn booster. Ik hoop dat je een beetje hebt kunnen uitleggen wat er gebeurde met Shadowmoor en waarom ze zo grim zijn. Je moet zelf maar eens een keertje kijken naar de kaarten van Lorwyn of Morningtide en die van Shadowmoor en Eventide. Want er zijn heel veel kaarten die overeenkomen of zeg maar een eigen verhaaltje vertellen. Net zoals die Arsonist. Dus ja, wie weet vind jij zelf ook nogal meer. Laat vooral weten wat je ervan vond. Geef feedback, geef me tips, geef me duimpjes omhoog, geef me shares, likes, alles. Ik ben er heel blij mee. Ik lees heel graag een reactie en dan zie ik jullie in de volgende video weer. Later!